Met een stuk of 20 zijn ze, de jongeren uit de zustergemeente van Eeklo, die hier deze week te gast zijn. Ze komen uit alle hoeken van Europa. Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië en Polen. Vandaag maken ze samen een insectenhotel in het Leen. Een activiteit die verbindend werkt. En dat is dan ook waar het deze week om draait. Dus dat is eigenlijk een traditie die al heel lang meegaat. Dat de jongeren van de verschillende zustersteden van Eeklo samenkomen in de zomer. Het is een soort van tourbeurt uitgewerkt dat elk jaar in een andere stad doorgaat. En bij ons was het dus al van 2013 geleden, ook door corona een beetje een uitstel geweest. En eigenlijk zijn we heel blij dat we nu 10 jaar later nogmaals in Eeklo deze groep mogen ontvangen. Er staan heel wat activiteiten op het programma om de jongeren te laten kennismaken met de regio. En de betere streekproducten mogen daarbij niet ontbreken. We zijn naar de Huismanhoeve geweest. We hebben daar boerengolf gespeeld en ook krulbollen geleerd aan de jongeren. We hebben ook een uitstap naar Gent en naar Brugge gedaan. En vandaag is het dus het Bijhotel. En we gaan ook nog een brouwerijbezoek doen in Ertvelde bij Augustijn. Zodanig dat ze eigenlijk ook wel onze traditie van bier brouwen. En ik weet dat de biertjes gesmaakt worden. We hebben hen ook een ander biertje van de Eeklose jongeren, de Halve Garen en het Heethoofd, cadeau gedaan vanuit de stad. Dus we weten dat het eigenlijk altijd wel geapprecieerd wordt. Voor de stad is het belangrijk om de banden met de zustergemeente te blijven aanhalen. Op die manier worden vriendschapsbanden gesmeed over de internationale grenzen heen. Ik denk ook dat de oorlog in Oekraïne getoond heeft het belang van elkaar kunnen appreciëren, elkaar leren kennen, toch geen oorlog hebben. En dat kan alleen maar als je elkaar kent, elkaars cultuur ook begrijpt, elkaars tradities, elkaars geschiedenis ook kent. En dat gebeurt eigenlijk op een heel informele manier bij deze jongeren. Ze babbelen alles door elkaar, de talen, meestal een aantal woorden. De hoofdtaal is Engels uiteraard. Maar eigenlijk is dat toch wel de binding tussen elkaar, elkaar leren kennen. Ik vind dat heel belangrijk en zij zelf ook. En dat werkt eigenlijk. Het is een heel leuke sfeer. En wie weet, vriendschappen voor het leven. En dan eigenlijk ook bijna leuke vakantietrips naar elkaar. De jongeren zelf zijn enthousiast over hun verblijf hier. En dan nemen ze het slechte weer er graag bij. J'étais venue quand j'étais plus petite, quand j'avais 13 ans. J'ai fait un échange avec mon collège pour aller à Eeklo. Et j'avais adoré à l'époque et j'adore toujours maintenant, c'est très joli, les briques rouges. On n'a pas du tout ça chez moi et je trouve ça vraiment, mais c'est trop joli, c'est trop beau, j'adore. A lot of people are riding bikes here, especially in front of station. You have a lot of bikes. I have never seen such an amount in my whole life, so it's really nice to be eco and to go by bikes or by foot. Yeah, so that's the main difference I notice here. Oh, it's really cold. Like, we got sick as well. Like, we have a cold right now. And it's really rainy. We're not used to this much rain, especially in the summer. So, yeah. It's fine for me. I was escaping the hot weather. So, I'm glad it's raining, the wind. I'm fine with that. De sfeer in de groep zit goed, dat is duidelijk. En het resultaat mag er ook zijn. Dit insectenhotel naast de cafetaria van het Leen is een blijvende herinnering aan de vriendschappen die de jongeren met elkaar hebben opgebouwd. Also es war ziemlich cool. Ich glaube, wir sind eine sehr gute Gruppe, die auch sich gut versteht untereinander. Und natürlich spricht man auch über die verschiedenen Kulturen. Das ist super interessant immer. Und natürlich ist es auch sehr schön, Leute wiederzusehen, die man vielleicht schon mal gesehen hatte, auf anderen Treffen. Das ist das Schöne immer dran. Do you think you've made friends for life in this project? I'm sure of it. Yeah, absolutely. And it's really nice, like, because you get to know the differences in between countries and the cultures, and then you know you have friends that don't think like you, but it's so nice that you know that you can count on them even though they are far away. Okay, thank you very much. And, yeah.